Dit is goed, die inlanddeling is goed, die Kruip is goed. Kieft vind ik uitstekend. Boskamp is goed. Marco vind ik de tweede foto absoluut niks toevoegen aan de eerste. Heb ik twee keer dat blote billen gezicht. Ja. We zijn in Groningen bij de layoutman Paul Kooi. En ik ben namens de hoofdredactie uitgezonden naar Groningen, waar ik erg blij mee was, om de laatste correcties aan te brengen. En dan ga ik nederig verslag uitbrengen bij mijn collega-hoofdredacteuren van de Gijp en Gené. We laten onze doelgroep, en dat zijn de kijkers van het programma, kennis maken met de andere karakters van de heren aan tafel. Hier, Vincent, een elftal foto moet er altijd de namen onder. Ja, wel. Okay. Hoe snel is het gegaan? Ja, waanzinnig. Als je een blad maakt, en het eerste blad, daar besteed je daar heel veel aandacht aan. Maar wij hadden precies 3 weken om het te maken. Johan die belde 4 weken geleden en hij zei van, heb je wat te doen binnenkort? Ik zeg, nee. Nou, ik heb een mooie klus voor je. Of we het blad Voetbal Insight willen maken. Hij zegt, dat is prima. Alleen zegt hij, het moet wel snel af, binnen 3 weken. Maar ja, dan denk je van, maar het is gelukt. We hebben ons ouderwetse pleuris gewerkt om te realiseren. En het is een wonder dat het zo leuk geworden is, het eindresultaat. Die foto, die moet er helemaal in, waardoor al die namen erop staan. Dan word ik wel iets kleiner, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Van de Gijp vind ik prima. Wilfred ziet er hartstikke leuk uit. Voor zover Wilfred er leuk uit kan zien. We hebben het volste vertrouwen erin dat onze hele trouwe doelgroep dit wel leuk vindt. Wij vonden het in ieder geval leuk. En dan natuurlijk de hamvraag voor iedereen die hem graag wil hebben. Wanneer ligt hij in de winkels? De planning is dat hij 15 december, dus net voor de kerstdagen, want dan verveelt iedereen zich dood, in de winkel ligt.